verderop in deze uitzending Kamp Lunetten, eindelijk klaar. En alternatieve muziek op Lowlands Festival. In de polder, een driedaags festival in Flevoland, waar de crème de la crème van de alternatieve muziek zich in de kijker kan spelen. Vandaag dag 2, met veel regen, modder en ruim 15.000 toeschouwers die konden genieten van ongeveer 60 bands. Het is pas de tweede keer dat het Lowlands Festival wordt gehouden. Verspreid over 3 tenten wordt er gewone popmuziek gespeeld, maar ook keiharde heavy metal. Het spits werd vandaag afgebeten door Jeff Buckley, een gitarist met een veelbelovende toekomst. Meer nieuwe muziek tegen hier. Het accent van Lowlands ligt op de alternatieve muziek. Muziek die over het algemeen niet echt lekker in het gehoor ligt. Kan aan de ene kant kan het heel walgelijk zijn op podium, maar misschien ook wel leuk om eens een keer te zien. Weinig top 40 muziek dus op het Lowlands Festival. Alhoewel er ook bands zijn die het waarschijnlijk toch wel gaan maken. Grote kanshebber is het Nederlandse Daryl Ann, dat het ook over de grens goed doet. Ik vind Daryl Ann de meest beste drummer van Nederland hebben. De meesten vinden het een geslaagd festival. Beter zelfs dan Nederlands bekendste pop-evenement. Ja, dit is in ieder geval beter dan Pinkpop, ja. Echt. Het hangt veel meer sfeer omheen. Morgen, de laatste dag, grote attractie is dan de Lemonheads.